Luitenant-kolonel Kinnemans heeft een unieke manier om zijn werk te verwerken. Welke? Kijk naar een nieuwe aflevering van 30 minuten, getiteld Een zijden draad. We have to go to Krajicek. Nemo zo'n sad dajem, maar een drugu je kudam. Voor mij staan mannen die een deel van hun leven hebben gegeven in het kader van de grootste vredesoperatie aller tijden. No, they're saying two different things. How is that possible? Dat was het oude muziek voor dat we gaan. Well, we have to go around the dangerous area. The Serbs are there. Dat het geen makkelijke periode is geweest, heeft u aan de lijf ondervonden. Show me on the map. Dat was het oude muziek voor dat. Don't look again. Ik had gehoopt dat ik met die uitreiking toch een bepaalde periode van mijn leven zou kunnen afsluiten. Nou, maar dat is ook gebeurd. Op een wel hele bijzondere manier. Je zou ook kunnen zeggen wat men vaak pleegt te zeggen. Verlies komt met profijt. En ik denk dat na al die verliezen die ik geleden heb, dat ik nu moet leren om daar profijt uit te trekken. Nou, en daar ben ik hard mee bezig. Toen ik die middag het eremetaal kreeg uitgereikt, toen was ik blij met de erkenning die ik gekregen heb. Ik zag het niet als een persoonlijke erkenning voor het werk wat ik gedaan heb. Ik zag het als erkenning voor mijn manschappen, die hun werk uitstekend gedaan hebben onder zeer moeilijke omstandigheden. Chapeau. Ik zag het ook meer als een toegeven dat de militairen niet gefaald hebben, maar de internationale gemeenschap. Meer een toegeven van politiek-bureaucratisch falen. En met die gedachten was ik blij. Al werden die gedachten van mij natuurlijk niet verwoord tijdens de uitreiking van de medaille. Defensief oorlog voeren blijkt in de praktijk een zeer onzekere en risicovolle onderneming. Vredestaken waar ook ter wereld worden onuitvoerbaar door tegenwerking van onberekenbaar gedrag van de agressor. Onze voorbereiding was goed, maar het is een utopie om te veronderstellen dat je op alles kunt prepareren. Het had ik van tevoren natuurlijk wel kunnen weten dat mijn gedachte dat nooit zo direct zou worden toegegeven. Dan hoop je daar natuurlijk wel op. Toen ik de onderscheiding kreeg opgespeeld door BDS-kamers, toen viel het me op dat er iets niet klopte. Dat er iets mis was. Hij kreeg het eremetaal niet goed opgespeld. Er was iets mis met het. Het lint was te groot, het speldje was te klein. Er zat heel veel moeite te doen om het opgespeld te krijgen. En tijdens het informele gedeelte speelde een verdomd leuk Dixieland beentje. Ik stond wat achteraf om de boer een beetje te observeren. En ja, toen viel het me op. Er klopte iets niet. Ik had een beetje het gevoel alsof er een draadje los zat in mijn hoofd. Ik kreeg het gevoel dat ik die onderscheiding. Ja, ik was bang dat ik het meer zou zien als een soort pleister op de wonden. Een pleister op een open wond waarvan je weet dat die wond nooit meer zou helen. En ik keek er zo naar. En toen zag ik dat er geen draadje bij mij los zat, maar een draadje aan het erewapen van verdiensten.
Ze hadden het gewoon niet goed vastgenaaid. Het was gewoon raffelwerk. Nou, en toen knapte er iets. Letterlijk en figuurlijk. Dit is hem. Nou, keek ernaar en wat gebeurde er? Het knapte, het viel op de grond. En bij mij knapte er op dat moment ook iets. Omdat ik erachter kwam dat ik eerst bij mezelf maar eens moest nadenken en mijn eigen wonden zou moeten gaan likken, schoonlikken. Over na moest gaan denken over wat mijn functie nou eigenlijk is binnen Defensie. En ik ben toen ook meer dan een jaar absent geweest. Er is in naoverleg met het ministerie van Defensie een nieuwe baan voor mij gecreëerd waar ik me een stuk happy hierin voel. Echt zijn naam. Nou, er is een commissie in het leven geroepen die zich bezighoudt met het opsporen van vermeende executieplekken en massagraven. Bewijsmateriaal aanvoeren voor het internationaal gerechtshof in Den Haag. Zijn er hier die roken? Ja, dat is klassiek, hè? Mijn werk bestaat voornamelijk uit twee delen. Het opsporen, dat gebeurt nog veel met verkenningsvliegtuigen, maar dat is achterhaald. Er is in de Verenigde Staten een nieuwe manier ontwikkeld. Het gebeurt nu per satelliet. En er worden foto's gemaakt en u begrijpt dat ik daar verder geen details over kan vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Je zou simpel gezegd kunnen zeggen dat er in per satelliet foto's gemaakt worden met fotoapparatuur die gevoelig is voor amalgaan. En amalgaan wordt veel gebruikt bij tandartsen om tanden en kiezen te vullen. Dat zou je het kunnen omschrijven. De tweede taak is eigenlijk de belangrijkste taak en dat is het daadwerkelijke opgraven van massagraven om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Sorry. Ik heb gevraagd gewoon voor een schaal met broodjes, ham, kasselerip is ook goed en kaas. Ja, prima. Er is geen salami. We gaan nu even naar een fornituurzaak. Nee, ik ga niet mee naar binnen, nee. Die drempel heb ik nog niet genomen. Deze kleur, is dit er? Dit Bordeaux. Oké, goed. Eentje. Kom zo. Ja. Ik denk dat niemand tegen zijn verlies kan.
ligt er natuurlijk ook aan wat je verliest. Kijk, verliezen in de sport, ja, dat is niet zo erg. Dat is all in the game. Materieel verliezen. Ja. Dat is niet erg. Een dierbaar verliezen. Een familielid of... een huisdier. Maar over zulke soort verliezen heb ik... Moet die deur dicht? Nee? Over zulke soort verliezen, daar heb ik het niet over. Ik heb het over... over gezichtsverlies. Ik denk dat dat enorm aan me geknaagd heeft. Ga ja. Het is toch niet normaal? Doe het raam eens dicht. Ga ja. Ga ja. Ik moet de hele buurt ervan meegenieten van die muziek van jou. Ja. Sorry. Ja, ze weet toch dat het bij iedereen de deur open staat? Dat hoef ik toch verdomme niet iedere keer te zeggen. Mijn werkkamer is verboden gebied. Voor mijn dochter, ook voor mijn vrouw. Die grapt nog wel eens, je hebt die kamer geannexeerd. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Dat is echt mijn kamer. Kolonel Colin Powell is iemand die ik heel erg bewonder. Zowel als strateeg, maar ook als politicus en natuurlijk als mens. Ik heb hem een paar jaar geleden persoonlijk ontmoet tijdens een conferentie in Brussel voor de NATO. En verleden jaar heeft hij me uitgenodigd voor een privébezoek in Washington. Samen met mijn vrouw ben ik daar geweest voor zijn verjaardag. Toen hebben we er gelijk een korte vakantie aan vastgeknoopt. Dat was leuk. Met de camper. Ja, ik heb met hem een zeer hechte persoonlijke band. We corresponderen veel. Voornamelijk over onze gemeenschappelijke passie. Hij is ook lid van de club. Van de visclub. Ja, de visclub. Dankzij de vereniging de visclub. Die we opgestart hebben. De visclub bestaat, is een vereniging. Bestaat uitsluitend uit de hooggeplaatste militairen. En die leren door de club toch een stuk schaamte kwijt te raken. De visclub is een dekmantel. Voor de andere leden van de club ook. Omdat de meesten een hoge functie bekleden. En die hebben echt een dekmantel nodig. En wat had je dan gedaan als dat gezegd, geef acht? Nou, als die acht had gegeven. Dan had ik het wel geweten. En nu moet ik wel terug staan. Heren, mannen, zullen we gaan beginnen, want er is nog veel werk te verzetten, ja? Mensen die pas lid zijn van de visclub, die nemen gewoon een koffer of een aktentas mee waar ze dan de spullen in doen. Maar de meesten hebben echt een professionele viskoffer. Schrijf alles op, hè. Tot zo wel later dan. Doordat je in je werksituatie geleerd hebt om een panzer op te bouwen, kom je erachter dat het heel moeilijk is om die muur die je opgebouwd hebt, om die weer af te breken. Om dit te leren om je emotionele gevoelens te tonen en je weer van je kwetsbare kant laten zien. Daar is de visclub voor. Een goede dekmantel. Nou, ik probeer van mijn hart geen moordkuil te maken, om het maar eens ironisch uit te drukken. Kijk, bij het samenstellen van de groepen die het daadwerkelijke veldwerk doen, moet je natuurlijk rekening houden met de psychische gevolgen. Dat is mooi.
Het is niet alleen het opsporen, maar ook het opgraven van, ja, de vergaande lijken. En je hebt ook te maken met de psychische gevolgen die het heeft voor de plaatselijke bevolking, want ja, hun verleden wordt weer opgegraven. Nou, je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat het een internationaal samengestelde groep is. En dat heeft u tot het gevolg. Mag dit er even tussendoor? Gaia, waar ga jij naartoe? Ik ga mee. Waar ga jij naartoe? Naar het feest. Wat voor feest? Een waspartner. En wie is dat thuis? Het is weer niemand thuis. Het is in die melkfabriek, die oude. En waar ben jij thuis? Oh, nou, dan ben je niet. Ga jij naartoe? Met hem. Wie is hem? Gaat die meneer eens naar binnen? En hoe heet deze meneer? Hoe? Tovik. Goed. Half één thuis. Half één? Papa, wordt het net leuk. Ga jij met je moeder even bespreken hoe laat zij thuis moet zijn? Ik vind het een beetje streng hoor, paps. Ga je nu naartoe? Naar een melkfabriek? Ja. Is voor jou? Kan je een colaatje kopen? En ik verwacht van jou dat zij om half één thuis is. Oké. Kan ik daar rekenen? Ja, hand erop. Oké. Okay. Fantastisch. Hoe laat is het geworden? 1 uur. Oké. Okay. En jij weet wat ik tegen jou gezegd heb, hè? Echt. Oké, okay, jongens. Even de lopen, schat. Veel plezier. Dag, liever. Ja. Zullen wij gelijk door naar boven gaan? Ja? Waar naartoe? Even naar de werkkamer. Ja. Nou, dit is hem. Bovenin, ja, dit zijn de kopspelden, mijn gewone spelden. Dit is een, mijn ooievaarschaartje, de ja, breipenteller, fingerhoed, toornmesjes, alles zit erin. Borduurzijde aan deze kant en hier zitten meer de naaigarens. Dit is de garen voor de machines, lapjes of eventueel voor patchwork. Dit is grove wol voor kussens. Nou, dit is mijn studiemateriaal. Ja, dit is echt beginwerk, hè, dit. Dit is naar aanleiding van een voorbeeld en ik werk liever vrij. Dit is vrij werk. Maar ik heb nog meer, hoor. Dit is gewoon allemaal, ja, klassieke werk. Dit is mijn trots. Dit is een hele oude naaimachine. Die tijdens een van de veldtochten in Rusland op de kop getikt heb. Dit is een... uit 38, een naaimachine, die gaat nog op diesel. En dus die mag ik thuis niet gebruiken van mijn vrouw. Dus ik gebruik sowieso weinig werk ik op de naaimachine, omdat ik de laatste tijd klein aan het werk ben. Ik ben hiermee bezig. Ik heb een groot tafelkleed gemaakt. Echt groot, voor 12 personen. Dus nou, moeten er nog 12 servetten bij. Dit is dus een quilt waar ik momenteel mee bezig ben. Dit is, heb ik als uitgangspunt, heb ik de Guernica van Picasso genomen. Ja, het thema wat ik hierin behandel is echt geprobeerd om mijn gevoelens omtrent voormalig Joegoslavië weer te geven. Het zijn voornamelijk resten stofjes en de knoop en het metaal. Deze quilt zijn knopen van overleden soldaten die van mijn meest recente bezoeken. Ook soms stukken stof zijn er verwerkt. Die ik met gevonden heb tijdens opgravingen.
Dit is bijvoorbeeld een stuk stof van een jurk van een overleden vrouw. Ja. Doet me goed om het, om het te maken. En het gaat mij meer ook om het maakproces dan om het eindresultaat. Dat geldt voor iedereen van de club. Ja. Daar is de kans, Ronald de Boer. We moeten het ophalen. Kijk. Heeft hij andere naam? Ja, de drie. Drie steken naar de vrouw. Wacht, ik zal het wel eventjes voor je ophalen. Je hebt veel te zeggen. Iets te strak gedaan. Je haalt hem te strak door. En waar is dit nou? Waar is dit nou aan? Dank je wel. Dit is uit de magie. En dat patroon gaat terugkomen? En dat patroon komt iedere keer terug. Hè? En dan buiten op de rand komen die aardbeidjes allemaal. Ja. En je hebt nog wel genoeg voor die aardbeidjes. Heb jij nog aardbeienrood? Ja, ik heb hier nog een stukje. Dat heb ik niet meer nodig. Heb je dat? Ja, dat is voor het randje. Ja. En hoe doe je die pitjes? Doe je dat met geel of met wit? Met zwart. Ja, nee, jongen. Ja. Ja. Het is jouw. Het is jouw. Ik kan het toch vijf aardbeien dan. Je moet er rekening mee houden dat dat vilt is, hè? Dus je moet er nooit viscose overheen doen. Dus dan moet je dit stuk even losmaken. Ja, oké. Okay. Ah, ik vind het wel ingewikkeld. Ik vind het echt ingewikkeld. Duwens. Oké, pas die auto even. Chris, doe niet zo flauw. Ze willen het ook. Kom nou even. Kom nou gewoon nog te binnen. Het is toch hartstikke de moeite waard. Als u niet wil dat we het uitzenden, zenden we het niet uit. Nee. Oké. Oh, nou zie je. Nou, kijk nou eens lekker rond. Hey. Je hebt het nooit voor mij meegenomen. Ik wist niet dat die bestonden zelfs. En de paars, is dat wat? Nou, ik zou kunnen bedenken wat ik daarmee zou kunnen doen eventueel. Maar het is wel fantastisch, hè, deze winkel, vind je niet? Ja. Kijk eens. Ja. Komt vrij vaak voor dat de mannen beduren. En die hebben dan iets speciaals in hun hoofd wat ze zien willen. En dan moeten ze kijken. Het moet echt iets speciaals wat ze in hun hoofd hebben. Nou, dat krijgen ze dan natuurlijk, want ik zorg dat ik het u heb. U heeft het, ja. Ja, als de mensen dan vragen, hoe heb je ervoor te zorgen? Want hier heb ik ook de torens van Utrecht en van Amsterdam. Die andere heb ik er niet bij. En hoeveel vaak per week komt er een man de borduurwinkel in? Als er 100 vrouwen komen, dan komen er een kwart mannen. Of iets minder. Zo. Nou, dat valt toch mee, schat? Je bent echt niet de enige. Je hoort wat mevrouw net zegt. Ja, tuurlijk. Ik moet zeggen, het verrast me wel, hoor. Ja, en dat hoor. Is nou juist, nee, ja. Maar juist die dingen, zoals dit. Oh, mevrouw, wat is dat mooi. Kijk, en nee, dat God. Zijn dingen die mannen kunnen doen. Nou, vind je die? Dat is voor jouw volgende. Mag ik zien, meneer Kinnemans? Het is dan werk ik ze echt even uit. Dit is niet voor mij. Ze moeten echt een steek neerleggen. Ja, dat is het moeilijke van, om een steek neer te leggen. Daarom ben ik liever dat vind ik juist heel belangrijk, hoor. Het
De visclub is momenteel bezig met de voorbereidingen van onze eerste expositie. Het wordt een overzichtstentoonstelling van onze quilts. Nog een soort coming out is het. Er wordt veel over geschreven in de vakbladen. Er heeft een artikel gestaan. Dat is natuurlijk goede reclame. De opening van de expositie is in de Julianenkazerne. De meeste mannen die hun werk inleveren zullen die quilts niet signeren met rang of naam. Omdat ze toch hun werk en privéleven gescheiden willen houden. En we proberen eigenlijk twee vliegen in één klap te slaan. We proberen geld in te zamelen om voorlichting te geven aan jonge beroepsmilitairen. Om meer te kunnen vertellen over textiele vormgeving. En in de tweede plaats is het natuurlijk voor ons heel belangrijk dat wij onze gevoelens kunnen laten zien, tentoon kunnen stellen. Het gaat niet om de. En het komt dan weer terug in de hoekpunten. Ja. Ja. En dat is de kleur van de landenvlaggen. Ja, het is echt. Maar dit is gemaakt van oude washandjes. Peters, wat vind je ervan? Maar het is toch wel interessant, ja. Wat is er interessant aan? Nou, dat mensen gewoon bij hun eigen denken van laat ik eens gek doen, laat ik iets leuks maken voor mezelf. Zo, dat dacht je bij jezelf. Nou, dat vind ik fijn om te horen. En denk je zelf dat je het ooit ook nog eens gaat doen? Weet. De vrouw ken je? Hé? Hey. Hallo. Hey. Ja? Dankjewel. Erg ons best gedaan. Oostermans? Ja. Eentje voor u. Hey. Waar komt dat vandaan? Washington. Nou, ga openmaken. Verdomd zeg, het is van volgens mij van Isabel Kool, van Fokkel en Powell. Colin? Oh, dat zou ik heel leuk. Wat een leuk idee. Kijk eens wat ik hier. Lots of success, greetings to everybody. I hope you like my quilt, Colin Powell. Dat is gewoon fantastisch, zeg. Dat is mooi. Dat heeft hij zelf gemaakt met de hand op de stand van. Kijk. Hij komt er gewoon vooruit. Niet leuk. Make love. Dat is wel heel bijzonder, dit. Ziet u niet? Not war. Nou, dit is. Wauw. Prachtig, hè? Het is gesigneerd zelfs. Fantastisch. Het is van Colin Powell. Normaal liggen wij op de grond op te drukken voor deze mensen, onze superieuren. Dan ben je er toch wel verrast door. Dan kom je ook, ja, het zijn toch mensen. Soms dan twijfel je eraan. Ja, ik vind het wel een leuk initiatief. Het is wel apart. Je moet gewoon respect voor hebben dat die mensen er vooruit durven komen. Veel mensen houden het verborgen.